This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, dit is Sohamari, Combat Point. Tegenover mij staat Stefan. Stefan is de enige Stitchman hier in Nederland. En wat is en wat doet een Stitchman? Voor het gevecht doen wij sowieso altijd de handen tapen van de vechters. We zorgen dat er vaseline op het gezicht zit. En aan de ring zitten we dan, hebben we normaal gesproken allebei een hoek. En dan, zodra wij een zwelling zien of een snee in de hoofd of een bloedneus, dan zorgen wij in de minuut rust dat dat gewoon weer, dat de bloeden stopt of dat de zwelling weggaat, zodat ze weer een ronde verder kunnen. Ja, want een wedstrijd wordt gestaakt op het moment dat er een snee is waar een heftige bloeding uitkomt, waardoor het zicht onder andere bijvoorbeeld belemmerd wordt van de vechter. Ja, precies. En wij doen dan niks. Wij mogen echt alleen maar in de minuut rust wat doen. Maar een dokter, daar werken we meestal wel heel goed mee samen. Dus die kan wel inschatten of wij het kunnen maken, ja of nee. En dan, als je nou halverwege de ronde bloed ziet, dan laat hij doorgaan. En dan hebben wij in de minuut rust. En Pet, Stefan, waar doe jij voornamelijk jouw werk? Want jij bent nu hier in Nederland actief. Ja. Vertel eens over andere landen. Ik doe alle evenementen in Europa voor Glory. En de meeste evenementen in Europa van Bellator. En die zijn afgelopen jaar gestart met evenementen in Europa geven. En dan ben ik erbij. Met Glory zijn we met z'n tweeën. Dan zitten we echt alleen maar voor de cuts. Dan hoeven we geen handen te tapen. Ja. Maar bij Bellator doen we van tevoren alle handen tapen, vaseline smeren en zitten aan de kooi voor de cuts. Waarom wil Bellator wel dat alle handen ingetaped worden en Glory niet? Sowieso voor de veiligheid van de vechters, want eigenlijk is een bandage gewoon puur voor de veiligheid, zodat ze de handen niet breken. En Glory is toch, die heeft connecties met Nederland. Alle coaches doen wat, weet je wel. En ja, dat tapen is voor heel veel coaches gewoon heilig. En dat willen ze niet uitbesteden. En dan zitten allemaal zogenaamde filosofieën achter. En dat willen ze liefst handhaven. Dus Glory gaat daar geen concessies in doen en die doet daar voor de rest niks mee. En Bellator die zegt van Unified Rules, iedereen alles gelijk. Ja, allemaal. Iedereen krijgt gewoon dezelfde handwrap. En dat wordt ook door juryleden toegezien? Ja, als we bij Bellator bezig zijn, zijn er altijd mensen van de Athletic Commission bij. Die komen gewoon uit Amerika over. En die staan dan bij als we het doen. Maar op een gegeven moment als we er twee gedaan hebben, dan... wij zijn in principe belangloos. We kiezen nooit een kant. Dus op een gegeven moment laten ze ons wel ons gang gaan. Wat zijn nou de wapens van de smid? Want ik zie dat je daar een polsband om hebt. Wat doe je daar allemaal mee? Leg eens even uit. Dit zijn verschillende soorten wattenstaven. Zelf gemaakt of gewoon gekocht. Daar zit adrenaline op. En voor een neus hebben we gemengd natriumoplossing met adrenaline. Want voor een neus heb je natuurlijk kleine bloedvaatjes waar het in kan stromen. Dat wil je niet hebben. Ja. En deze zijn gewoon puur adrenaline. En dat krimpt die bloedvaatjes samen. Het is voor ons het belangrijkste en we werken met ensels. Dat zijn een soort ijzers waarmee we zwellingen weghalen. En een goede schaar. Ja, ja. Ik zie daar ook een naald. Klopt dat? Ja, dat is om adrenaline uit de flesjes te halen. Oké. Ja. Dus niet om zwellingen... Nee. Dat mag niet? Nee, daar beginnen we niet aan. Het is echt puur om adrenaline uit de flesjes te halen. Wat is voor jou de meest heftige ervaring die je aan de zijkant hebt mee moeten maken, waarbij jij nog in ieder geval wat kon ingrijpen en een vechter kon helpen het gevecht te volbrengen? Dat was wel WFL in Almere Hoofddorp volgens mij. Dat was Andy Sauer versus Moji Kamal. Dat was in Almere? Dat was in Almere, ja. Ja, en die Sauer had een kleintje, daar werd de wedstrijd gestopt en toen mocht ik wel helpen. Ja. Want WFL wou dat sowieso hebben. En toen, echt een paar seconden voor het eind van de tweede ronde, kreeg Moji Kamal echt een hele grote. En die heb ik, dat was gelukkig een paar minuten voor het eind van de ronde, een paar seconden voor het eind van de ronde. Dus dat kon ik dusdanig helpen dat eigenlijk niemand wat gezien heeft ook, maar het was een flinke. Ja. En mij was het niet opgevallen, ik was er ook, mij was het niet opgevallen. Ja, nee, dat was wel een van de heftigste die ik tot nu toe heb gehad, ja. Waar gaan we jou nou de volgende keer tegen kunnen komen? In Oberhausen, Badden versus Verhoeven. Ja, en ik weet nog niet welke kant ik kies. Want bij Glory mag ik dat gelukkig zelf weten welke hoek ik pak. Dus dat wordt moeilijk. Ja. En waarom wordt het moeilijk?
Omdat ik eigenlijk alle twee de kampen wel redelijk goed ken. En ja, ik hoop dat er niks gebeurt. Laat ik het daarop houden. Dus ik hoop dat ze me niet nodig hebben. Oké. Nou, voor nu. Ik hoop dat, dat voor iedereen wat duidelijker is geworden wat een Stitchman is en wat hij doet. Wij zijn in ieder geval wat wijzer geworden. Dankjewel daarvoor. Wij wensen heel veel succes met je werk. Dankjewel. En voor jullie allemaal, like en deel deze video. En tot ziens. Doei doei.